are now about to enter. We staan hier voor het kantoor van Take-Two Interactive, waar natuurlijk ook Rockstar onder valt. En we gaan zo een exclusieve hands-on krijgen van Max Payne 3. Hè, de grote topper die volgende maand in de winkels ligt van Rockstar. Jeffrey, wat verwacht jij van deze game? Ja, sowieso strakke acties. Goede graphics zoals we gewend zijn van Rockstar. De bullet time die terug is. Hopelijk zien we wat multiplayer. Waarin ook daadwerkelijk de bullet time van pas gaat komen ditmaal. Voor de eerste in de serie. Ja, precies. Beetje kloten met één microfoon, maar goed, moet maar even. Inderdaad. En hoe lang gaat het ongeveer duren, die hands-on, denk jij? Ik heb echt geen idee, maar ik denk dat we wel een paar uurtjes ermee zoet zullen zijn. Lekker bak koffie erbij, et cetera. Nog een grote Rockstar-fan naast mij, Thijs. Wat verwacht jij van de game? Ik verwacht een waardige opvolger op de eerste en tweede delen, zeg maar. Het is natuurlijk voor de eerste keer dat Rockstar hem maakt. En ik verwacht extreem aandacht aan details, wat we van Rockstar gewend zijn. Ja. Supergoede physics, vernietigbare omgevingen en hopelijk ook een heel diepgaand verhaal van Rockstar. Ja, ja, even over de storyline natuurlijk. Max is nu tegenwoordig verslaafd aan alcohol en drugs. Ja. Hij is gewoon een slachtoffer daarvan geworden. Hoe is dat zo gekomen, weet jij dat? Ik denk door de gebeurtenissen uit deel 1 en 2 natuurlijk. Het is niet echt meer een spoiler te noemen, maar volgens mij, ik weet het niet eens meer zeker, ging zijn vriendin dood in deel 2. Sowieso ging zijn vrouw in deel 1 en kind werden vermoord, heb ik volgens mij, als ik het goed begrijp. En dat zijn wel redenen om helemaal flink down te worden, ja. Ja, inderdaad. Het is een heel volwassen verhaal. Nou ja, Rockstar eigen natuurlijk. Jeffrey, heb je er zin in? Tuurlijk. Hoe kan je hier geen zin in hebben? Inderdaad. Nou, we gaan hem zo checken. Jullie kunnen van ons impressies verwachten op videogebied, maar ook natuurlijk geschreven. En dan horen jullie wat wij van de game vinden. Maar ik denk niet dat het fout kan gaan. In ieder geval. Hoi. Men entering the building. Stay in your office. Lock yourself in. We hebben net een exclusieve hands-on gehad van Max Payne 3. Nou, het was zeker wel een hands-on voor bijna een uur, geloof ik. En heel vette dingen gezien. Jullie gaan hier zeker nog veel meer van horen van ons. Thijs, wat vond jij ervan? Want er staat natuurlijk ook wel grotendeels pluspunten aan, maar ook een paar minpuntjes. Leg eens uit. Nou, het begon met het stadium level. En dat is wat we begrepen hebben, een derde level uit de game. Het zag er op zich grafisch best goed uit, de character models, maar er was gigantisch veel aliasing zichtbaar, dus katerranden. Had ik niet verwacht, want dat zagen we niet in de trailers. Nee. Maar het had ook te maken met dat de televisie contrast settings en brightness gigantisch opgekrikt waren, wat je ook vaak in grote winkels ziet. En dat maakt het naar mijn mening gewoon onrealistisch, fel en lelijk. Hij speelt gewoon echt super. De controls vond ik echt extreem goed werken. Dus helemaal niet wat vertel wat op internet dat het stroperig is of langzaam, wat dan ook. Wat ik al verwacht had, gigantisch aandacht aan details is er besteed. Gewoon echt super gave gun combat. Ook als je heel dichtbij komt dan, en je drukt zeg maar dan de rechter trigger in, dan schiet hij hem gewoon echt tegen in zijn kop met met de gun. Mm-hmm. Die ziet er heel gaaf uit. Ja. Wat me ook opviel en waar ik heel blij mee ben, is dat de AI behoorlijk meedogenloos is van de vijanden. Ze rennen niet als kippen zonder kop op je af. Dat is heel goed gedaan. Ja, ze nemen cover en ze gaan je ook echt proberen te flanken, te omsingelen, zeg maar. Het tweede level, daar was ik echt gigantisch onder de indruk van. Dat is de favela. Dat speelt zich af in Brazilië ongeveer. Ja. Dat zag er echt schitterend uit. Gewoon mooier dan het begin van Resident Evil 5, vond ik. Van jou ook, zei je zelf. Ja, zeker. Ja. Gewoon echt planten, bomen, echt alles bewoog gewoon zeg maar in de wind. Je zag overal gewoon mensen rondlopen en zo. Kinderen die aan het voetballen waren op, in afgebakende gebieden en zo.
En ja, echt gewoon de detail die je verwacht van Rockstar. Ja. Echt, ja. Nee, inderdaad. Wat vooral het verschil maakte, zeg maar, vergeleken met Stadium en hoe heet dat, met Favela, was de Dynamic Lighting inderdaad. Dynamic Lighting was verschrikkelijk mooi. Die was schitterend inderdaad, ja. Ik had Ja, ik ook. Ik had zoiets van, oké, dat dit toch nog kan. Ja. Vandaag de dag met 7 jaar oude hardware van de 360, laat ik het zo zeggen. Precies, ja. Echt knap. En ja, de gameplay is gewoon heel gesmeerd. Ik vond hem ook helemaal niet sloom of wat dan ook. Je hebt echt fucking brute kills. Ja. Je komt de hoek om, je ramt iemand 2 keer op zijn knar en daarna schiet je hem zo dwars door zijn hoofd heen. Echt fucking vette kills. Geef je echt een kick. Ja, het geeft je echt een kick. En mensen hebben echt wat om naar uit te kijken. En het is echt Rockstar, want er zit ook heel veel... er zitten gewoon heel veel scheldwoorden in. En weet je, van dat soort taal allemaal, wat we gewend zijn van Rockstar natuurlijk. Ja, en dat duistere sfeertje erin, dat grimmige erin, dat van die misdaadfilms-achtige dingen. Dus zeer geslaagde hands-on. Ik wil eigenlijk even Jeffrey erbij vragen. Ja, Jeffrey, we hebben hem allemaal gespeeld. Jij hebt hem natuurlijk ook gespeeld. Ja, wat vond jij ervan? Hoe moet je het beste uitleggen? De acties zijn gewoon heel erg tof. Alles kan kapot. Volgens heel veel mensen online zou er geen koffersysteem in zitten. Zit er wel in. De bewegingen zijn vloeiend. Dit wordt gewoon de topgame. Op het moment dat ik dadelijk weer richting huis ga, stop ik even bij mijn lokale game retailer en ik ga hem pre-orderen. Kan ik je keihard zeggen. Ook de levels. De bruutheid ook gewoon van de game, het detail van de levels. Alles loopt vloeiend in elkaar over. Ja. Dus het is dadelijk, als de volledige game in de winkel ligt, dan is het niet zo dat je laadschermen ziet. Ja, als je de game net opstart, krijg je heel even een laadschermpje van loading. En dan is van het moment dat het is ingeladen, blijft hij doorladen met nieuwe vijanden, omgevingen. Alles loopt vloeiend in elkaar over. En dat is gewoon iets wat Rockstar gewoon heel goed kan. Ja, absoluut. Ja, detail inderdaad, daar hebben we het over. Je ziet ook gewoon kogelgaten op Max Payne verschijnen wanneer je geraakt wordt. Wat ook gewoon heel tof is gedaan. En wat ik ook heel vet vond, zijn de dialogen. Maar dat is logisch, hè? De dialogen zijn altijd heel sterk bij Rockstar. En ja, ik denk gewoon dat elke Rockstar-fan zijn hart op kan halen wanneer deze game in de winkel ligt. En inderdaad, ga hem gewoon pre-orderen, want je kan eigenlijk gewoon niet mis met deze game. Jullie kunnen ook een uitgebreide review verwachten van Max Payne 3 op onze site, op enter.nl. We gaan er uitgebreid aandacht aan besteden, want dit is een topper die nog net voor de zomer uitkomt. Waar we allemaal als gamers naar uit kunnen kijken. Jeff, je laatste woorden? Kopen die app. Kopen inderdaad, gewoon kopen. Waar.